Ik ben net aanbeland in Rosmalen, bij een hospice. En in dat hospice, daar werkt specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuijlen. En dat is iemand met heel veel ervaring in haar werk. Ik mag een dag met haar meekijken. En ik ben heel benieuwd hoe zij haar werk doet en wat ik allemaal van haar kan leren. Margot heet me welkom in het hospice en toont me haar luxe werkkamer. Met David Bowie. Aan het begin van haar werkdag leest Margot de laatste rapportages over de patiënten door. Zo is ze helemaal op de hoogte van wat er speelt. En daar gaat de telefoon al. Het is de AIOS ouderengeneeskunde die vanmiddag ook in het hospice komt werken. Dan is het tijd voor de visite met de verpleegkundige. Zodra alle patiënten besproken zijn, brengt Margot verschillende patiënten een bezoek in hun appartement. Er wordt gesproken over de meest uiteenlopende zaken. Over het naderende levenseinde natuurlijk. Over lichamelijke klachten en behandelmogelijkheden. Maar evenzeer over het leven. Over mooie herinneringen. Over laatste wensen. En over de soep van de dag. Na de rondgang langs de patiënten wordt de visite uitgewerkt in de dossiers. Bij sommige patiënten worden beleidswijzigingen doorgevoerd. De patiënten zijn intussen begonnen met hun lunch aan de lange tafel in de huiskamer. Wij schuiven aan. In de middag komt de AIOS binnen, mijn Nijmeegse collega Petra. Ze heeft een aantal patiënten in dit hospice onder haar hoede gekregen en ze neemt de lopende zaken door met Margot. Dan arriveert de huisarts van een van de patiënten om haar patiënt te bezoeken en om met Margot te overleggen over het verdere beleid rondom het levenseinde van de patiënt. Tot slot geeft Margot me nog wat uitleg over palliatieve zorg. En dan is alweer de tijd aangebroken om afscheid te nemen. Tijdens mijn lange terugreis naar het noorden blikte ik terug op deze mooie dag. Ik was onder de indruk geweest van de betrokkenheid waarmee Margot haar werk doet. Er waren emotionele en intense momenten geweest, maar ook genoeg momenten van vrolijkheid en luchtigheid. Ik heb er veel van opgestoken. Het beroep van een specialist ouderengeneeskunde is telkens nog weer mooier dan ik al dacht.